Hoi, ik ben Rafael en vandaag laat ik jullie zien hoe het is om buschauffeur te zijn op Schiphol. Yes, nou, ik ga me meteen even aanmelden. Hier staat op deze lijst, controleer je heel even snel welke bus je mee moet nemen. Nou, ik heb verschillende lijnen. Dat zijn allemaal in de omgeving van Schiphol. En dat is wat ik jullie vandaag laat zien. Nou, dan gaan we de safety room binnen. Voordat we beginnen controleren of we genoeg kaartjes hebben. Dit zijn de kids tickets en dit zijn de gewone kaartjes. Heb je nog wat wisselgeld? Je stempel, die bestaat nog. Je Schipholpas, dat betekent dus dat je op beveiligde gedeeltes van Schiphol ook gewoon mag komen met een bus. Dus het is wel van belang dat je die bij je hebt. Ik ga nu een bus overnemen. Ja, zodra de bus eigenlijk aankomt, controleer je voorin, omloopnummer. Het is altijd, elke dag is weer een verrassing. Net waren we bijna 4-5 minuten te laat, nu hebben we nog maar een minuutje. Zodra het in het groen is, geen probleem. Nou, iedereen ingestapt, dan gaan we weer verder. Want we gaan nu Airport Plaza richting de stad en dan komen de toeristen. Weet jij welke bus naar Amsterdam gaat? 187. Ja? Ja. Chauffeurs, als we elkaar zien, groeten we altijd. Ik werk op Schiphol, je hebt dus ook te maken met verschillende nationaliteiten. Dus het is ook van belang dat je Engels kunt praten. Ja, this is the right stuff. Ja, dit is your stuff. Thank you. Yes, bye. Nou, je moet dienstverlenend zijn, voldoende discipline, punctueel moet je zijn. We beginnen op de gekste tijden en we eindigen op de gekste tijden. Goed concentratievermogen. Het is gewoon heerlijk werk. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Het is gewoon lekker dat je nooit hetzelfde hebt. Altijd iets anders. Wil jij mijn nieuwe collega worden? Kijk dan snel op consolid.nl. Ik ga weer snel verder.